Meneer, de begin van de week met de vlog van Kuzu. Maandagmorgen, nog 17 weken te gaan. Een nieuwe week, dus een nieuwe vlog. Tijdens het verenigingsoverleg trakteert Seltjuk op oliebollen. Met poedersuiker. Zo lekker. Kom maar. Ik maak ze één keer per jaar. Maak ik er ongeveer 60. En die eten we dan met z'n vijven binnen 24 uur op. Daarna hebben we een beetje spijt. Maar laat zien hoe je dat doet. Maar ze zijn zo lekker. Laat zien. Ja, kijk. Ja, zo. Ja. Jacques Monasje is uit de PvdA-fractie gezet. Gezet of gestapt? Gestapt, gezet. Daar zal wel weer een discussie over komen. Maar wij hadden vanochtend in ieder geval een discussie in het verenigingsoverleg. Hoe lang hij het zou volhouden. En ik had voorspeld dat hij vandaag de fractie uit zou stappen. En dat hij wel eens aan de verkiezingen in 2017 gaat deelnemen met een eigen lijst, een eigen partij. Maar Seltjuk zei, nou dat zal hij pas doen na het congres. En hij zal trekken, hij zal binnen de PvdA willen blijven. En het ging om een barbecue. Ik heb een barbecue gewonnen. Kijk eens met wie ik hier vandaag zit. En ik ga het even leren van de meester. Ja, je moet hem zo vasthouden. Zo. Toenaan. Zo. Zo. Lange arm. Zo. Lange arm van Toenaan. Ja. Zo. De lange arm van Toenaan. Zo. Juist. Vlogception. Zo doen we het, hè? Ja, ja. Het is gewoon echt een cross. Ja, en jij zit in de sandwich. En ik zit in de sandwich. Jij bent belegd. Nee, maar ik ben hier vandaag gekomen om te praten over Sylvana te leren kennen voor het eerst. Ik heb het best wel vaak over haar gehad. Ja, nog bedankt. In de vlogs. Geen probleem. Ja. Het is gewoon een normaal iets mis in mijn ogen dan. En vandaag zijn we hier nu echt. Ja. Maar wat vond je van onze vlog, Joes? Toen ik de vlog aan het kijken was, ik was niet op de hoogte gebracht door iemand. Niemand zei het. Ik vond het toevallig bij me aanbevolen. Nou, heel goed dat hij daar stond. Maar toen ik hem aan het kijken was, ik was nog niet klaar. Ik was al meteen aan het appen met complimenten en alles. Want hij is echt heel leuk. De vlog is echt. De vlogs, de twee vlogs. Dit is de derde of? Dit wordt de derde. Dit wordt de derde. De vlogs zijn leuk, mensen. Blijf vooral kijken. Je gaat niet alleen dingen leren over politiek, maar je leert ook gewoon een politicus kennen achter de schermen. Hoe die ook gewoon aan het voetballen is. Hoe die wordt ingemaakt door bijvoorbeeld Farid, weet je. Dat soort dingen. Niet eruit kunnen pakken. Die halen we eruit. Nee, maar ik vind het echt leuk om die vlogs te checken en ga gewoon door. Ja. Ja, en heb je tips voor ons? Wat kunnen we beter doen? Oh, maar dan moet ik met iemand anders. Die alleen de scherpte af en toe. Voor de rest is hij perfect. Maar dat zei ik al, is moeilijk met zo'n. Jullie zien het zo nu, maar de lens is echt. Gewoon biggie, echt groot, snap je? Het is groot, het vult een hand. Ja, zo. Maar het is een goede camera, man. We zitten op dit moment in de fractiekamer van Denk. En op de fractiekamer hebben we vandaag op bezoek een bekend gezicht, Dominique van der Heijden van Nieuwsuur. We gaan naar Dominique van der Heijden in Den Haag. Maar Dominique, er komt wel verder onderzoek. Hoe zit dat? Nou, je zou kunnen zeggen, de smoking gun is niet gevonden. Ja, Chris Ostendorf, ook van Nieuwsuur. En Seltjuk Öztürk. En in Den Haag, politiek Den Haag, is het gebruikelijk dat journalisten één keer om de zoveel tijd bij een fractie langskomen om bij te praten. Precies. Maandag hebben jullie een verkiezingsprogramma. Dus wij willen weten hoe laat dat is en waar dat ongeveer gaat plaatsvinden. En of we al een tipje van de sluier opgelicht kunnen krijgen. Nou, dat hebben we wel een klein beetje gekregen. Ja, is dat gelukt? Ja, ik vind dat wel gelukt. Tevreden? Of hebben jullie nog wat te melden daarover? Jullie weten, Denk laat niet de achterste van zijn tong zien. En Denk heeft altijd leuke ideeën op het laatste moment. Dus daarom hadden we ook een misstand. En een van die leuke ideeën is dat meneer Kuzu graag de rollen omdraait en dat hij dan de journalist gaat spelen en de journalisten gaat filmen en vragen stellen. Eigenlijk toch ook wel opmerkelijk. Ja, is dat opmerkelijk? Want ik denk dat dit ook wel de realiteit is van Den Haag. Wij stellen ook wel eens vragen terug. En we beantwoorden graag vragen, maar stellen ook wel eens vragen terug. Ik kan meteen zien waarom het nuttig is om dan ook op de fractiekamer te komen. Want er staan altijd aantekeningen op een bord. Waaruit je al kan opmaken zo'n beetje wat er in het verkiezingsprogramma staat. Daar heb ik ook een keer bij GroenLinks meegemaakt. Er stonden ook allemaal flap-overs met ideeën van Jesse Klaver. Dus het is altijd goed om goed rond te lopen op het Binnenhof. Want dan hoor je veel meer dan wanneer je alleen maar vlogs zit te kijken of op YouTube kijken of op andere manieren het nieuws tot je neemt. Maar een scherpe journalist, hè?
een camera is macht en daarom is het heel ongemakkelijk als een politicus ons gaat filmen. Dat is niet omdat ik iets te verbergen heb, maar omdat je met een camera macht uitoefent over wat zegt iemand en wat zegt het dat die journalisten daar komen praten. En daarom blijft het wel een hele rare actie van je. Dus het is problematisch als ik een camera in mijn handen heb en dat ik dan macht over je uitoefen. Maar waarom raak je zo geïntimideerd? Ongemakkelijk, waarom is het zo moeilijk als omdat ik een camera intimiderend in mijn is. Maar ja. Dat werkt nou, ik werk toevallig voor televisie, dus dan realiseer ik me wat voor macht ik uit of macht op politici als ik ze ga interviewen. Maar ik vind dat jij kiest voor het vak politicus en dan word je geïnterviewd, want dan heb jij een mening. Ja. Het leuke van journalist zijn is dat je nieuwsgierig mag zijn. Je stelt vragen en daar gebruik je die camera voor. En dan film je degene die zo nodig een mening heeft. Maar die journalist hoort volgens mij niet vooropgesteld een mening te hebben. Moet nieuwsgierig zijn. Wie is dan Denk? Wat is jullie partij? Wat maar willen jullie? Twee dingen. Heb jij eerder gerealiseerd hoeveel macht je dan hebt met een camera in je hand? Ja, natuurlijk, natuurlijk. En ben je daar altijd wel even bewust mee omgegaan? Oh, dat zal best af en toe misgaan. Maar dat hoort wel bij het vak dat je je realiseert. Dat je dus iemand gaat vragen. Ten eerste ga je alleen diegene wat vragen waarvan je denkt die heeft wat te vertellen. En het tweede is natuurlijk dat het wel heel erg makkelijk is om achter de camera te verschuilen. Ja. Terwijl mensen denk ik ook wel geïnteresseerd zijn in hetgene wat er achter de camera gebeurt. Ja, maar daarom ben ik geen politicus geworden. In principe is het zo dat de journalist is er om de politicus kritisch te bevragen, welke politicus het ook is. De politicus in de Tweede Kamer is er weer om het kabinet, de regering te controleren. Ja. En zo houden we de rollen een beetje gescheiden, toch? Klopt. Klopt. En omdat we zien in Den Haag, ik heb heel lang in de lokale politiek gezeten, daar ging het zo, zoals je dat nu zegt. Maar in Den Haag zien we dat nieuws niet wordt verslagen. Of dat journalisten niet nieuwsgierig zijn. Journalisten hebben al een idee. Ze hebben al een frame. Ze hebben al een beeld in hoofd. En ze zoeken dus politici om die beeld. Maar meneer Uster, daarom kom ik toch hier om te praten. Ja. Met u. Te weten te komen. Wat jullie drijft. Waarom dit gebeurt. Met wie jullie allemaal praten. Wat de ideeën zijn. Ja. Om het pas als ik het goed kan begrijpen. Kan ik ook de juiste vragen stellen. Yes. Een aantal media. En dan zeg ik er heel nadrukkelijk bij. Niet alle media. Dat een aantal media zo enorm bevooroordeeld werkt, waardoor mensen toch gaan geloven in een stukje van die werkelijkheid die hen wordt gepresenteerd. Daar heeft de media een belangrijke rol in. En als ik zo kijk naar de verandering van het medialandschap, in met name mainstream media van de afgelopen 10, 15 jaar, dan zie ik toch dat het echt één bepaalde kant op aan het gaan is, waardoor groepen mensen ook zoiets hebben van, ik vertrouw het instituut van de media niet meer. Blijf volgen. Ik zou zeggen, dit soort discussies hebben we vaker hier. Ik vind het heel fijn dat jullie het hebben aangedurfd in de vlog van Kuzu. Ja. En ik hoop dat andere journalisten het ook zouden aandurven in dit soort discussies ook kenbaar te maken. Jazeker. Goedemorgen allemaal. Ik heb gisteren nacht tot laat in de nacht aan de buis gekluisterd gezeten om een deel van de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen mee te krijgen. En rond 3 uur 's nachts zag je dat op een gegeven moment in Florida de ene keer Trump erboven uitsteeg. En volgens Clinton weer en dan weer Trump en dan weer Clinton. Maar toen ik 's ochtends wakker werd, zag ik dat Trump de presidentsverkiezingen had gewonnen. En plotseling was het zo dat alle politieke analisten wel wisten waar het aan lag en wat er gebeurde. Maar voor mij maakt het wel een aantal dingen duidelijk. Je ziet dat uitsluiting, racisme, xenofobie, mensen in een hoekje zetten, mensen in een vakje duwen, steeds wijdverbreider raakt in de wereld. De verrechtsing, verharding, verruwing heeft zijn weerslag op de politiek. Niet alleen in Nederland, met de PVV. Niet alleen in België, met het Vlaams Belang. Je ziet het ook in Frankrijk met Front National. Je ziet het ook in Oostenrijk met de FPÖ. Je ziet het in Duitsland met Alternatieven voor Duitsland. Je ziet het in het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië met UKIP. En je ziet het nu in de Verenigde Staten met Trump. Trump is de kers op de taart van het xenofobisch nationalisme in de wereld. Als je me gaat vragen, wat is nou een van je favoriete gerechten, dan is dat echt een boterham met kaas. Jong belegen kaas. Als je een paar weken op vakantie gaat en je hebt dan geen kaas, dan is het eerste wanneer je terugkomt in Nederland gewoon echt een boterham met kaas pakken.
Stefan. Ja? Hoe laat is het, man? Het is nu 7:50. Ben je nog steeds aan het werk? Het houdt nooit op. Het houdt niet op, hè? Het houdt niet op. Maar het houdt met volle overtuiging en inzet gaan we door. Ja. Heel mooi. Hoge doel. Heel mooi, ja, heel mooi. Nou, beste mensen. Kijk eens, hier op de achtergrond zijn mensen van Nieuwsuur bezig met de voorbereidingen om een stukje van deze vlog mee te nemen. Zijn jullie nou de hele dag zo aan het communiceren met de kiezer? Ja, we proberen het gaat maar door, hè? We proberen zoveel mogelijk te communiceren. Ja. En dat doen we niet alleen via de mainstream media, maar dat doen we ook via de social media, Facebook met name. En we bereiken daarmee wel heel veel jongeren en heel veel mensen. Heel veel reacties? Ja, kijk maar op onze Facebook. Ja, nee, we zijn inmiddels ook de partij met de meeste likes op Facebook. We doen het enorm goed op social media en daarmee creëer je toch een stukje betrokkenheid van heel veel mensen die op afstand staan van de politiek naar de politiek toe. Ja. Dat maakt het ook voor mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek interessanter om de politiek te gaan volgen. En wij zien het ook gebeuren op straat. Dat jongeren van 16, 17 jaar oud naar me toe komen en zeggen van je hebt het goed gedaan bij de algemene politieke beschouwingen. Is dat echt zo? Ja. En dat is dus ook een stukje van de educatieve functie die wij hebben. Wij laten mensen ook kennis maken met wat een motie betekent. Wij laten mensen kennis maken met wat een regeling is. Hoe het hier in de Kamer werkt. En hoe het nieuws hier functioneert. En hoe het ook hoe de relatie tussen journalisten en... Jullie zeggen eigenlijk, je hebt de nieuwsmedia niet meer nodig, hè? Omdat je rechtstreeks communiceert. Ja, nou kijk, wat je ziet hier in Den Haag, het is natuurlijk een wisselwerking. Maar wat je ziet hier in Den Haag, is dat heel veel politieke partijen afhankelijk zijn geworden van het nieuws. Ik weet dat nog wel, wij herkennen dat nog heel erg uit onze PvdA-tijd. Daar werd gezegd van, nou, als ik dit doe, wat staat er dan morgen in de krant? Ja. Kan ik dan een quoteje achterlaten bij Nieuwsuur? Ja, en wij zijn daar minder mee bezig, omdat we ons verhaal al direct kunnen vertellen aan de mensen die ons goedgezind zijn of mensen die geïnteresseerd zijn in ons verhaal. Dus jullie hoeven niet meer te bedelen om quotes van de media? Nee, we zijn, hè, dat weet je, Pim, van ons. Wij staan niet in de rij om zeg maar een quoteje bij jou achter te laten. Ik vind het jammer dat hij... Ik gun het mensen die op een bepaalde leeftijd zijn. Ik gun ze de rust altijd. Misschien ga ik ze missen. Ja. Ik heb lelijk Maar ik denk dat heb je verdiend, hoor, de rust. Als je dit dan Selçuk, wat ben jij aan het doen? We zijn in Utrecht. Je luistert geen Turkse muziek? Ik luister alle muziek. Muziek is internationaal. Daar hoeft geen taal altijd bij te zijn. En dit is Frank Sinatra. Sinatra? Frank Sinatra. En wat zingt hij? Vraag het aan Farid. Onze zanger. Farid, wat zingt hij? Hij zingt I Did It My Way. En wat gaan wij doen? We're gonna do it our way. Maandag presenteren wij het verkiezingsprogramma. En in aanloop daarnaartoe heb ik een aantal media-optredens. En een van die media-optredens is met Justus Kooijman van Reporter 2021. Hey, Justus, wat doen jullie eigenlijk allemaal met Reporter 2021? Nou, wij zijn een nieuw journalistiek onderzoekswebsite eigenlijk. Dus wij publiceren heel veel op Facebook en online. En we onderzoeken onder andere dus Beweging Denken. Wat zijn jullie voor partijen? Wat zijn jullie voor mensen? En vooral, wie is jullie potentiële achterban? En hoeveel zetels kunnen jullie gaan halen? Ja. Dus, en wat is de inschatting tot nu toe? Wat is je beeld tot nu toe? Nou, laat ik een cliffhanger daarover vertellen. Want de komende week verschijnt een nieuwe video van een serie Witte Wetenschappers over Denken. En die gaan voorspellen hoeveel zetels jullie gaan halen. Dus komende week zou ik zeker even afstemmen. Als we kijken naar die Witte Wetenschappers, die zijn niet altijd even positief over ons, hè? Nee, die zijn ook kritisch. Maar ja, dat mag natuurlijk ook. Kritiek mag natuurlijk wel, zolang het maar gefundeerd is. Maar bij die Witte Wetenschappers, dat is trouwens hoe Justus ze noemt, hè? Niet hoe ik ze noem. Die zijn... Ja, behoorlijk kritisch, maar soms ongefundeerd hoor. Vooral zo'n André Krauwel. Ik weet het niet. En die André Krauwel dus, hè, die zegt, ze creëren een markt en dan vullen ze het zelf op. Kom op zeg, dan heb je toch totaal niet begrepen wat er allemaal speelt in de samenleving. Ik heb vandaag bezoek van Cheval Kayhan. Ja, dat klopt.
En hij, Cheval, kennen jullie misschien nog wel? Almost Lima. Ja. Nee, dit hebben we nog nooit gezien met de gitaar. En daar had zij een prachtig nummer gezongen, waar ze ook heel veel reacties op gehad. En ik moet vertellen, op het moment dat ik het had gezien, en dat was niet via de televisie, maar via YouTube, was ik zo bijzonder trots op haar, dat zij echt zoveel mensen wist te inspireren, terwijl andere mensen zoveel vooroordelen hebben over meisjes met een hoofddoek. Dat beeld heeft ze dus echt helemaal kapot geslagen op het moment dat zij met haar gitaar in haar handen en haar mooie stem een prachtig liedje had gezongen. Ni hao fo wa ka, assalamu alaikum, hallo, hoi, slavi ula merhaba. En Cheval, kunnen mensen je nog volgen? Ergens? Ja, je kan me nog volgen op YouTube. Als je gewoon zoekt naar Cheval Kayhan en ook op Facebook, dan kan je mijn pagina volgen. Nou, wij zetten in ieder geval de beschrijving in de link zetten we. Knip. Wij zetten de omschrijving. Nee. Wij zetten de link in de beschrijving. Ik zou zeggen, volg deze meid en abonneer je op haar kanaal. Zoek haar op Facebook en zorg ervoor dat je die pagina liked. Nou, dames en heren, dit is dan de vlog van Kies Kuzu. En Kies Kizzy. Zal ik hem even vasthouden? Ja. Lieve volgers van Toenahan. Afgelopen week heb ik een vlog van jou voorbij zien komen waarin je beelden van mij gebruikt hebt zonder toestemming aan mij te vragen. Maar het was wel heel erg leuk, want heel veel mensen zeiden ook van, we willen Kizzy, willen we altijd terugzien in die vlogs. Toch, mensen? Nee, het punt is dat je mijn beelden nodig had om jouw vlog leuker te maken. En hij is er ook leuker op geworden, dat geef ik helemaal toe. Kies Kizzy. Kizzy. Kizzy, 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 Kizzy. Het is zover, het is zover. Het verkiezingsprogramma is aangekomen. Dat ziet er goed uit. Voor de pagina ziet er in ieder geval geweldig uit. Maandag kan je hem ook kijken. Kijk op de website bewegingdenk.nl. Het einde van deze week, dat betekent dus weer het einde van deze vlog. Het was een drukke week, veel media gehad. Volgende week hebben we ook heel veel media, want dan presenteren we het verkiezingsprogramma van Denk. Denkend aan Nederland is de titel en maandag sta ik op dit podium om het verkiezingsprogramma te presenteren. Ik zou daarom zeggen, abonneer je op het kanaal, Kies Kuzu en zorg ervoor dat je de vlog van volgende week ook ziet. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op dit kanaal. Vergeet jullie ook niet om je onder reactie achter te laten. En vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met een... Kuzu, 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 kuzu. Ja, is geweldig. Leuk. Dankjewel, Joes. Ni hao, fo wa ka. Assalamu alaikum. Hallo. Hoi. Slavi ula merhaba.